Ik ben Jan-Maarten de Jong. Ik zing bij Servus op de donderdag bij de musicalafdeling en ik ben aanstaand bestuurslid van Servus. Het is hier stil. Waar zijn we en hoe is het hier normaal? Nou, je bent hier in ons verenigingsgebouw, de Klankkast. Normaal, en zeker in deze tijd, is het vol met mensen. Zouden we actief aan het repeteren zijn, oefenen zijn voor onze musical The Addams Family. Maar ja, sinds een behoorlijk aantal weken repeteren we niet en kunnen we niet doen wat we het liefste doen, namelijk muziek en theater maken. Hoe erg is dat voor Servus? Ja, ik vergelijk Servus eigenlijk altijd maar met een familie. Dat is het namelijk. We hebben drie afdelingen, de jeugdafdeling, junior, classic en musical. En nou, dit jaar helemaal een bijzonder jaar, 35 jaar jubileum. We zouden toewerken naar een voorstelling. Maar ja, we mogen elkaar niet zien. Tenminste niet in het echt. En dat is ontzettend jammer, want ja, dat wil je toch wel graag met je familie, dat je elkaar kan zien. En ik zeg wel eens, we zijn misschien niet financieel afhankelijk van alles en nog wat als het gaat om Servus, maar wel emotioneel afhankelijk. Ik bedoel, dit is wat we het liefste doen met elkaar en dat kan nu niet en dat is heel erg jammer. Wat gaat er nu gebeuren? Wat is jullie planning voor dit moment? Nou ja, toen we te horen kregen ook van de regering dat we niet verder konden, hè, dat we niet verder konden met repeteren, hebben we ons bedacht van wat gaan we nu doen? En we hebben ervoor gekozen om de voorstelling uit te stellen. Dus de voorstelling gaat wel door, alleen niet nu dit jaar in juni, maar volgend jaar. En we zijn heel erg blij dat ook het theaterhotel daar aan mee wil werken, want daar zouden we gaan we ook de voorstelling opvoeren. Dus we verschuiven dat naar een volgend jaar en we zijn nu aan het bedenken wat we in de tussentijd nog kunnen doen. Zijn er ook veel kosten al gemaakt? Is dat een probleem voor jullie, dat het nu niet doorgaat? Nou, wij maken wel kosten. En dat zijn met name kosten als het gaat om inkomstenderving. We hebben bijvoorbeeld geen barinkomsten. We verhuren dit gebouw ook aan anderen. Die inkomsten komen niet binnen. We betalen onze muzikale leiders wel gewoon door. Want wij zijn ook solidair met de cultuursector waar wij ook een onderdeel van uitmaken. Dat zijn namelijk mensen die voor een deel afhankelijk zijn van hun inkomen van ons. Dus dat gaat door. Dat zijn ook kosten die we maken. Ja, en we hebben natuurlijk promotiemateriaal al ontwikkeld voor de Addams Family. En dat is er ook niet. Dus wij maken wel kosten en dat schatten we zo in op 4000 euro. Nou, we hebben toevallig de Rabobank aangeschreven. Die hebben een soort fonds. En we hopen natuurlijk ook dat vanuit de overheid ook mogelijkheden zijn. En wij zijn ook voor een deel gesubsidieerd. Dus we gaan kijken hoe dat is. Op dit moment teren we in op ons eigen vermogen. De leden betalen ook nog wel contributie door. Dus we redden ons wel. Maar dit moet natuurlijk niet te lang duren. Maar het belangrijkste is het feit, en dat is eigenlijk de zachte kant, ja, dat je dus niet bij elkaar kan komen. Dat je niet kan doen wat je het liefste wil. Maar het gaat er komen, is ook al bekend wanneer? Nou, we zijn in gesprek met het theaterhotel. Die hebben ons al gezegd dat we volgend jaar in ieder geval weer ruimte krijgen. Ja, het theaterhotel heeft te maken met ontzettend veel voorstellingen die niet door kunnen gaan. En met hun programmering. Dus wanneer dat is, dat weet ik nog niet. Maar het gaat door. Het gaat zeker door. En weet je, dat is ook het mooie van theater en ook van onze vereniging. Wij zijn ook creatief. We proberen dat door middel van onze voorstellingen al te doen. We hebben eigen producties gehad waar we een totaal eigen script hebben. We hebben op locatie theater gemaakt. En wat we nu doen is ook kijken van wat kunnen we dan nu nog wel doen in deze tijd. Hè? Dus even los van die voorstelling. En een van onze leden die heeft een lied geschreven. Nou zijn we niet de eerste die een lied doen. Maar die heeft een lied geschreven op een nummer Once We Were Kings uit het musical Billy Elliot. En dat hebben we al eens eerder gezongen, alleen nu met een andere tekst. En de leden zijn dat thuis aan het instuderen. En iedere stem apart wordt opgenomen. Dat voegen we samen. En zo zijn we, zo zijn we toch een koor. En op vanavond hebben we een online repetitie. We zingen vijfstemmig. Dus alle partijen komen aan bod onder leiding van de muzikaal leider. En zo zijn we toch nog wat met elkaar bezig. We zoomen ook en skypen en appen. Dat soort dingen gebeuren er natuurlijk ook.
Ja, en wat we nog doen, ook om te laten zien wat wij allemaal gedaan hebben in het verleden en waarom het zo leuk is om theater te maken, hebben we de registraties van onze voorstellingen, zetten we ook online. Dus elke zaterdag komt er een voorstelling die mensen kunnen zien via onze Facebookpagina en ons YouTube-kanaal van Servus. Dus je houdt ze nog wel een beetje bezig, die 100 leden. Ja, zeker. Zeker. Ja, maar dat, je ziet ook de behoefte. Kijk, net als in een echte familie zijn er bij ons ook mensen die alleen zijn, het moeilijk hebben en misschien wel ziek zijn. En dan kijk je wel naar elkaar om. En natuurlijk kennen we en doen we met elkaar muziek en theater. Maar ik noem het niet voor niks een familie. Je kijkt ook naar elkaar om. En dat is wel heel mooi om te zien dat mensen kaartjes sturen, bemoedigende woorden spreken, toch even proberen op afstand op bezoek te gaan of een wandeling te maken. En zo toch nog een beetje de band met elkaar te houden en naar elkaar om te zien.